Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met een speciaal uitlegfilmpje over het tarot en numerologie weekend. Ik kreeg de vraag, ik heb hier dus nog nooit een filmpje over gemaakt, terwijl dit zo ontzettend leuk is. Komend weekend heb ik mijn eerste tarot en numerologie weekend. En wat ga je daar leren? Ook al heb je al kennis van de tarot en van de numerologie, dan nog is dit een prachtige training waarin wij de goddelijke driehoek, jouw eigen goddelijke driehoek, in een parallelogram gaan uitwerken. Och, ik heb dus een flap open en heb ik allemaal borden gemaakt wat ik de mensen wil gaan vertellen. Allemaal uitleggen erop. En dan krijgen ze ook in een PDF. En wellicht komt er nog een boekje, want ik vind het zo ontzettend leuk. Eindelijk heb ik dit eens een keer uitgewerkt. En het is niet een traditionele tarot- of numerologiecursus. Je leert er wel ontzettend veel. Maar wat je vooral leert, is leerprocessen in je leven. Waarom gebeurde mij dat op die leeftijd? En waarom gebeurde mij dat zoveel jaren later weer? En waarom heb ik ervoor, wat is mijn missie in het leven? Waarom heb ik ervoor gekozen om dit of dat te doen? Ik weet ook waarom nu de tijd rijp is voor mij om trainer te zijn. Fantastisch, echt waar. Ik heb dus zelf mijn goddelijke driehoek opnieuw weer gemaakt. Dat is ook iets wat ik al eerder had gemaakt en nu zie ik weer andere verbanden. En dat combineer je, de numerologie, met de tarot. Dus, jouw levenslesgetal, daar zit een tarotkaart bij. Nou, gaan we uitwerken. En dan gaan we, hey, wat waren jouw beginjaren, jouw jeugdjaren, krachtjaren, wijsheidjaren. En natuurlijk ga ik, zeker als je helemaal niet bekend bent met de tarot, dan kan je ook mee deelnemen. En zeker als je gevorderd bent, kan je ook deelnemen. Want ik vertel het misschien weer net even anders dan hoe jij dat wellicht ziet. Je gaat dus 2 dagen lang. Ik ga eerst natuurlijk even een beetje vertellen over wat is die tarot, hoe gaan we ermee beginnen, de kaarten wassen, dus we nemen een sopje met drift. Hoe ga je met je tarotkaarten om? Hoe lees je kaarten? Wat is de symboliek? Dus dat nemen we allemaal even door. En we gaan starten de eerste dag gelijk met je parallelogram, jouw goddelijke driehoek. Waar staan de driehoekjes voor en hoe komt het tot een vierkant en wat maakt dan de cirkel? Och, meneer Visser zou trots op me zijn hoor. Ik vond wiskunde wel leuk, maar niet de wiskunde die hij gaf. Dus, nou, nee, het is niet moeilijk. Dit kan iedereen. Wat je niveau ook is, dit kan iedereen. En ik doe het in zo'n weekend. Komend weekend ga ik dat dus doen. En dat is heel leuk, want ik huur dan een huisje en dan gaan we dus. Je mag blijven slapen, maar het hoeft niet. Als je blijft slapen, dan kan je even lekker nee, niet in de sauna in dit huis, maar wel in de bubbelbad. En dan is het relaxed. Als je dan van ver komt, dan heb je gewoon het gevoel dat je een beetje vakantie hebt. Andere mensen nog leert kennen die ook gelijkgestemd zijn. Hè? Want jullie hebben allemaal dan mij als gemene deler. Dus dat een raar woord eigenlijk, gemeen, hè? Nou, de overeenkomst is mij. En dan kan je ook even lekker zeuren over haar. Ik ga jullie verwennen in zo'n huisje. Dat is onderdeel van wat ik leuk vind. Mijn ontspanning. Dus iemand zei, want op vrijdagavond mogen de eerste mensen komen. En dan kunnen ze gewoon lekker relaxed. En op zaterdagmorgen om 1 uur of 9 dan komt iedereen tot 9:30. En dan gaan we dan lekker staan. Ontspannen allemaal, hè? Want ik ga jullie zoveel lesstof geven. Dus we beginnen ontspannen. Dus op vrijdag kan je al komen. En dan maak ik altijd eten. En dan denk ik, oh, dan maak ik gewoon lekkere lasagne. En hoe vaak ik nu al tegen ben gekomen. Oh, ik heb wel een glutenarm. Dus ik ben nu al bezig op woensdagmiddag met het eten van vrijdagavond. Maar ik ga iets heel. En dat vind ik zo leuk. Ik vind koken zo leuk. Dat is mijn ontspanning. Dus krijg je iets heel lekkers. Ik vind het lekker. Ik hoop dat zij het ook lekker vindt. Ik vraag vaak wel eventjes naar hem. Dus ik kreeg al de vraag uit de groep. Wat moeten we meenemen? Moeten we ook even wat fruit meenemen? Of dit of dat? Nee, dat hoeft allemaal niet. Handdoeken. Drinken voor jezelf. Dat neem je mee.
En als je zelf wat lekkers wilt hebben, mag je natuurlijk meenemen. En wat doe ik dan? Ik zorg voor, ik heb een Dolce Gusto apparaat met lekkere cappuccino en latte en koffie en een filterkoffiezetapparaat. En lekkere thee, kruidenthee, zwarte thee. Lekkere biologische theetjes, heerlijk allemaal. De hele dag door kan je dat nemen en drinken. En dan maak ik lekker voor tussen de middag een soepje. En dan hebben we inderdaad een lunch wat ik verzorg. Vind ik leuk, voor jou ook. Dat je gewoon lekker verwend wordt. En daarnaast dan leer je ook nog iets met goddelijke driehoek. Dus we gaan daarmee bezig. Ondertussen vertel ik ook heel veel. Dat is in al mijn trainingen op dit moment zo. Ik vertel nogal veel. Ja. Ja, Marianne van Soul Balance, waar ik ook wel training ga. Ja, ze krijgen wel heel veel klassen. Hè? Ja, dat is onderdeel van mijn training. Daarvoor komen jullie bij me. Nou, ik ga wel wat dingen anders doen met de trainingen. Sommige trainingen ga ik niet meer geven, alleen maar online. En sommige trainingen ga ik gewoon uitbreiden. En dat is de Tarot en Numerologie Weekend. Ik heb in juli, heb ik hier in mijn praktijk, heb ik. Want dan is het zo duur om een huisje te huren. Dan zou ik echt het weekend al €500 moeten doen. En dat wil ik niet. Dat kan niet. Dus dan heb ik gewoon hier in mijn atelier een aantal mensen. Ik heb een klein. Ik kan ongeveer 4, 5 mensen hier hebben. Vind ik gewoon leuk. Dan krijg je ook lekker lunch. Kan je alleen niet blijven logeren. Maar er zijn mijn hotels in punt. In oktober geef ik in Bouwbrugge bij Alphen aan den Rijn, dichtbij Amsterdam, geef ik ook deze training. Ook in 2 dagen. Als ik het nou goed herinnerd heb met 26 oktober. Vindt mijn moeder niet leuk, want het is haar jaar. Maar ik geloof dat 26 oktober dat weekend. Dat staat op de webshop. www.lumeriawinkel.nl. Daar kan je boeken. En dan krijg je ook toegang tot de Tarot online omgeving. Op mijn platform ontwikkelen.lumeria.nl. Een weekend kost €299. En het maakt niks uit of je nou heerlijk gezellig hier bij mij in Noord-Burgum in het huisje komt. Of dat ik naar Bouwbrugge ga of naar Soul Balance. Want die prijs blijft hetzelfde. Want als ik naar Bouwbrugge en Soul Balance moet, moet ik dus in een hotel. Dus dat, ja, qua kosten is het altijd €299. En heb je nou echt dat je zegt van nou, ik vind dit gewoon echt, ik kan dit niet betalen en ik wil het zo graag doen, overleg dan met mij. Dat kan ik natuurlijk niet met iedereen doen. Maar ik wil je wel de mogelijkheid geven om te kijken naar een oplossing of een aanpassing. Heb je al zelf de reden waar je tarotkaarten, dan kan je korting krijgen. Heb je mijn boekje al, het numerologieboekje? Dat zit erbij in. Bij die hele prijs zit bij in dat je de reden waar je tarotkaarten krijgt. Waarom reden waar? Dit zijn, als je met deze kaarten hier achter mij, als je daarmee leert. Tarot lezen, dit zijn de Universal White, is dezelfde. Soms zijn de tekeningen wat zachter, maar daar gaat het om. Dat het deze vorm heeft. En in het weekend neem ik ook de druïdekaarten mee. En sprookjes tarot en de beschermengelen tarot. En dan zie je ook dat dat net even wat anders is. Want de geliefde van de Rider White, kijk, die zie je daar. En de geliefden in de druïden tarot, die liggen heerlijk na te genieten. Naakt tegen elkaar aan. Die hebben net alles gedaan wat het inhoudt om heerlijk gepassioneerde liefde te bedrijven. Dus dat heeft een hele andere betekenis dan de geliefden in de Rider White. En als je de symboliek van de Rider White leuk kan lezen, dan weet je ook dat niet iedereen de zon een leuke kaart vindt. Dat die heel eng voor sommige mensen kan zijn. En dan weet je ook dat deze prachtige aas van pentakels mijn favoriete kaart is. Ik heb hem zelfs hier op mijn arm. Dus als jij deze kaarten kan lezen, kan je alle kaarten en plaatjes lezen. Dat is handig. Dus dat komt ook in dit weekend naar voren toe. Dus heb je een. Je krijgt bijvoorbeeld. Ik ben even aan het zoeken. Je krijgt bijvoorbeeld een verjaardagskaart. Iemand stuurt jou deze kaart. Nou, die is happy. Kijk eens. En het heeft dus alle verjaardagskaarten, condolencekaarten, gewoon kaarten vanuit het prachtige dieren, kaartendek, alle kaarten, alle afbeeldingen kan je lezen. Daarom werk ik ook met de afbeelding achter mij, hebben altijd een betekenis. Dus dat is
tarot vanuit het gevoel. Ik krijg dus tarotkaarten, mijn boekje tarot, mijn boekje numerologie. Ik heb nog een oude versie van de heksenagenda, waar ook nog heel veel numerologie in staat. Zolang die nog op voorraad is, krijgen de mensen die er ook bij. En een notitieboekje en een speciale, en die heb ik hier niet, Lumeria pen. Heb ik alleen voor de deelnemers aan een training, die krijgen een Lumeria pen. Ja, pennen zijn. Ik heb hele luxe pennen laten maken. Want ik vind dat een pen heel goed moet schrijven. Want ieder woord is belangrijk. Dus daar gaan we mee bezig. Jij maakt je eigen goddelijke driehoek. En met die goddelijke driehoek kan je reflecteren op je leven waarom bepaalde zaken zijn gebeurd. Ik kon heel mooi in mijn, als je in mijn jaren van 0 tot 9 jaar ziet. Oh ja, toen, oh ja, toen was ik ziek. Ik heb een hele tijd als klein meisje, 4, 5 jaar. Ik denk dat ik net 4 was. Dat ik 4 was. En heb ik de mazelen gehad. Heb ik een hele lange tijd in het ziekenhuis in quarantaine gelegen. En toen ik 5 werd, dat is ongeveer 4, 5 maanden later, kwam ik in een karmisch jaar terecht. En nu denk ik, oh ja, dat begrijp ik. Dat snap ik. En in dat karmische jaar ging ik ook een zusje krijgen. Aan het eind van. En dan ging ik alweer uit het karmische jaar in een ander jaar. Alleen er gebeurde dus heel veel in dat jaar. 2 jaar later kwam ik weer in een karmisch jaar. En ik dacht, oh ja, toen gingen we verhuizen. Toen werd mijn leven compleet anders. En zo kan je dat in al jouw lijntjes van 0 tot 9, van 9 tot 18, van 18 tot 27, je jeugd, je kracht en je wijsheid, kan je dat heel mooi in een parallelogram, kan je dat maken. En dat noemt men een goddelijke driehoek. En dan ga je het dus over de lijnen en over de betekenis van de driehoek en de stenerwijzen ook uitleggen over. Nou, dat is het. Dat is wat we gaan doen. Daar zijn we echt al 2 dagen zoet mee. En naast de training is het samen zijn ook heel belangrijk. Je kan je dus aanmelden via www.lumeriawinkel.nl. En je kan ook dat je denkt, ja, maar ik wil gewoon die tarot wel leren, vind ik leuk. Oh, ik wil de numerologie leren. Dat kan ook. Ik heb een leergang op ontwikkelen.lumeria.nl. Heb je in het verleden al die cursussen aangeschaft, dan krijg je een korting op de trainingsweekend. Want dan heb je natuurlijk je boekjes en je kaarten al. Nou. Ik hoop dat dit voldoende informatie is. Wil je nog meer informatie? Stel mij gerust even een vraag via WhatsApp of via info@lumeria.nl. Dag lieve mensen.